Goedemiddag, ik ben Rijn Lange. Ik ben uitgenodigd door Hans om vanmiddag hier te komen spreken. Ik zal de microfoon een beetje dichterbij houden. Of in de hand. Ja, mag ook. Oké. En ja, dat doet mij deugd, om het zo te zeggen. En dank ik God voor dat ik hier mag zijn, dat ik het woord mag brengen, van wat hij door wil geven. Ik kom uit Groningen en ik ben ongelooflijk opgevoed. En ik ben tot geloof gekomen toen ik 26 jaar oud was. Ik heb een technische studie achter de rug. Dus dat betekent, alles wat je niet kan bewijzen, geloven we niet in. Maar dat is nou juist het wonderlijke. Geloof is geloof. Geloof gaat verder dan wat je kan bewijzen. Geloof is datgene wat je niet kan zien, maar wat God in jou gebracht heeft. Wat waar is. En als er één ding waar is, dan weten we dat God bestaat. Amen. Oké. Vanmiddag ga ik het hebben over de Heilige Geest krachtstroom. Holy Spirit Power Stream. Heel veel, ook in verband met mijn techniek, doe ik alles in Engels. Dus het meeste komt in het Engels binnen. En, maar we gaan naar een Nederlands sprekende gemeente, dus wij doen het alles in het Nederlands. Maar veel plaatjes en veel dingen, dat staat gewoon in het Engels. Maar dat zal wel duidelijk worden. Holy Spirit Power Stream. Als God tot ons spreekt en ons vult met de Heilige Geest, dan wil Hij wat van ons. Dan denk je, ja, waarom zou Hij wat van ons willen? Alles is al van Hem. Ja, is wel zo. Maar Hij wil juist ons gebruiken. Want wij zijn Zijn ambassadeurs. Hier op deze aarde. Wij vertegenwoordigen Zijn kracht. Zijn koninkrijk. Wij zijn Zijn vertegenwoordigers. En als Hij wat openbaart, dan doet Hij dat door dromen, visioenen en onverwachte dingen. Staat hier leuk? Onverwachte dingen noemen ze in de volksmond wonderen. Ja. Ik heb ooit een beeld gehad, ergens midden in de nacht. Ik werd wakker, ik had een beeld. En ik dacht, nou, wat moet ik daar nou mee? Dus, maar dat liet me niet los, dus ik ben eruit gegaan. Ik heb een stuk papier gepakt, ik heb dat beeld getekend. En toen dacht ik van, ja heer, dat was niet fijn. Maar wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? En toen sprak God op mij. Dit heb ik tegen 3 uur opgekrabbeld. Het is een waterval. En ik zal mijn brood niet verdienen als kunstenaar. Maar... ja, het is een beetje groen hier. Dat is water. Wat brokstukken. Hier is een boot. Daar zit iemand in. Hier is een paal in de grond. En er zit een touw vast. En hier staat heel veel. Hier is heel veel op te zeggen. Want de waterval, de stroom, dat is de stroom van de Heilige Geest. En een waterval heeft kracht. De Heilige Geest heeft kracht. En wij dobberen mee. Maar strubbelen wij niet af en toe tegen. Zitten wij niet vaak vast in onze oude patronen, vast aan die pilaar. En proberen wij zelf dingen in de hand te houden. God wil juist dat wij op Hem vertrouwen. Daar hebben we het zo net ook nog over gezongen. Geef alles aan mij. Vertrouw volledig op mij. Ja? De touw, die hou je vast. Maar de Heilige Geest, die gaat gewoon altijd doen.
Die stroom die houdt niet op. Dus vroeg of laat zijn woorden. Want we hebben gezongen, wie kan er winnen van de Heilige Geest? Wie kan er winnen van God? Niemand. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Ja? Wij zijn meestal zelf tegen ons. Want wij weten precies onze eigen zwakheden, onze eigen dingen. We weten wanneer dat we over de schreef gaan en wanneer niet. En wij staan allemaal open voor drie signalen. Eén van de duivel, één van God en één van jezelf. Ja. En het is aan jou om te kiezen wie jou aan welke jij de overhand geeft. Naar wie luister je aan? En als een kind van God wordt en als een kind van God bent, dan is de stem van God is degene die het hoofdwicht heeft. Oké. Naar de waterbal. De stromende water. De werkende kracht van de Heilige Geest. Die versnellende stroom, dat noem ik de Holy Spirit Power Stream. Dat is echt de kracht van de Heilige Geest. Nou, we hebben niet te maken met een zwakke God. We hebben te maken met een machtige God. Een God die alles heeft gemaakt. En als wij denken dat we hier en daar nog controle over moeten hebben, dan moet je vooral s'nachts op je bed liggen. Dan ben je een paar uur KO. Maar de wereld draait gewoon door. En God voorziet in de dingen. En als je de oogjes weer open doet, dan zeg je: oh, ja nog. Hé, hey, heer, dankjewel. En als goed is, dan zeggen: nou, heer, wat moet ik vandaag voor u doen? Of wat mag ik voor u doen? Want het woord moeten heeft een negatieve klank, hè? Vooral bij Nederlanders. Maar wat mag ik voor u doen? Heilige Geest, de stroom, is een zuiverende stroom. Het zuivert ons van binnen. Net als het water ons zuivert van binnen. Als je een paar dagen niet drinkt, dan gaan je nieren die gaan stuk, om zo maar te zeggen. En dan vergifter je van jij van binnenuit. Ja? Dus je moet altijd blijven drinken. Heel belangrijk. Je moet altijd blijven drinken. Van de stroom van leven en uit. En de Heilige Geest, die wil werken door mensen heen. Ja. Hij drijft de mensen aan om iets te gaan doen. Hij drijft de mensen aan om iets te zeggen. Hij spoort de mensen aan tot actie. 2 Petrus 1, 20 en 21. Dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie of woord van God van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Dat betekent, alles wat in de Bijbel is opgeschreven, dat wordt ook door God uitgelegd. We hebben tegenwoordig internet en social media en iedereen moet een mening hebben. We zijn allemaal experts geworden ineens. Maar we vergeten dat we in onze expertise teruggaan naar de bron. En wat is de bron? Dat is God. God de Vader. God de Vader die heeft het woord geschreven. En daarin heeft hij verteld wat wij moeten weten van hem. En van onszelf. En van de toekomst. Want de profetieën die daarin staan. En de woorden die tot ons gericht zijn. Die zijn niet voorgebracht uit de wil van de mens. Maar die zijn door de Heilige Geest aan mensen toevertrouwd om uit te spreken. Nou, dan heb je onze eerste opdracht. Als wij naar buiten gaan, moeten wij getuigen van God. Wij moeten levende brieven zijn. Wij moeten zeggen dat we christen zijn. Ik was ooit in India. En als je in India bent, dan zie je aan de klederdracht van de mensen, zie je welke geloof dat ze aanhouden. Nels, ik heb van die tulbanden om. Moslims hebben van die lange gewaden aan. En dan loop je dan als christen. En dan heb jij gewoon je koffie aan. En er is niet te zien dat jij een christen bent. Zien wel dat je een Europeaan bent, want je steekt de kopperschouder boven mensen uit. Maar, ze zien niet aan je dat jij een christen bent. Toen kwam ik terug. En dan was er op een braderie.
En dan zag ik een grote kettinghaar en een grote kruis. Ik dacht, die is van mij. En die ga ik omdoen. Want ik wil laten zien van dat ik geloof. Dus de tweede reis die ik daarheen ging, dat is voor mijn werk, hè, niet anders vakantie. De tweede reis die ik daarheen ging, was de vertegenwoordiger die zei van, hey, jij hebt een kruis om. Dat was vorige keer toch niet zo? Ik zei, nee. Ik zei, weet je, toen ik de eerste keer hier was, toen zag ik aan de kleding van jullie bevolking van, wat ze geloven. Ik zei, maar als Christen, kun je niet zien wat ik geloof? Ik zei, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat hij voor ons opgestaan is uit de dood. Dat hij onze zonden heeft gegeven en dat wij door hem eeuwig leven hebben. En dat buiten om hem, uit hem om, geen weg is naar God de Vader. Meer hebben we die avond niet gesproken, maar ik heb wel het evangelie even in twee zinnen kunnen delen. Het is niet aan mij om te oogsten. Ik heb de opdracht gekregen om te spreken. Om te spreken. Maar dat is onze opdracht. Zaaien. Dus, als jij in die boot stapt van jouw christelijk geloof om er verder in te wandelen of te varen. Eigenlijk gaat deze hele presentatie gaan over varen in het geloof. Dan is het in het begin is het kalm. Je komt toch geloof en jij ziet, oh, dat is wel tof. En het is nog kalm. Maar je moet groeien. Je moet nog leren van wat er in Gods woord staat. Je moet nog leren gaandeweg van ja, wat God eigenlijk met je van plan is. Maar één ding weet je. Het water stroomt altijd van een hoger niveau naar een lager niveau. En als het water een beeld van de Heilige Geest is. De Heilige Geest stroomt altijd van een hoger niveau naar een lager niveau. En dan brengt het lagere niveau, brengt hij omhoog. Dus als jij openstaat voor de Heilige Geest en je laat je vullen door de Heilige Geest, dan word jij meer gevuld door de Heilige Geest. En dan ga je geestelijk niveau gaan omhoog. Zo mooi beeld. Je staat in je bootje en je bent aan het varen. Over je geestelijk lichaam, over je geestelijk leven. En dan kom je zo andere mensen tegen. Die ook geloven. Mede-christenen. En dan leer je ook van. En op een gegeven moment. Dan spreekt God door jou. En die zegt. Efeze. 5 vers 14. Ontwaakt. Hey joh, word wakker. Je hebt lang genoeg gedobberd. Word eens wakker. U die slaapt. En sta op uit de doden. Zo. Dus iedereen die niet wederom geboren is, is geestelijk dood. Ja, we mogen hier springen om deze wereld. We mogen allerlei gekke dingen doen. Maar als je geestelijk niet wederom geboren bent, Jezus niet geaccepteerd hebt als je redder, dan ben je dood. En bij God is geen grijs. Het is zwart-wit. Ja? Wij willen er graag grijs van maken. Van hier, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan. En mijn bankrekening gespekt. Ja, en dus moet ik nu wel in de hemel komen en een eeuwig leven van. Want dat heb ik verdiend. Nee, je hebt helemaal niks verdiend. Want genade is een vrije gave. Je kunt het niet verdienen. Je krijgt het om niks. Je hoeft het alleen maar te accepteren. Handjes op. Nou, toen ik toch geloof gekomen was dat het moeilijkste. Hoezo? Wil ik dan iets doen? Ja, je moest wel wat doen. Ik moest mezelf opzij schrijven, want dat ik nu brood nog wat kon doen. Snap je? Dat is ontwaken. Ontwaakt. U die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Nou, we hebben gezongen over het licht. Als je Jezus in je leven hebt, dan komt er licht in je leven. Hij maakt je dingen duidelijk. Hij zegt in 1 Johannes, het woord van God is levend geworden.
En Jezus, als die met je meeloopt, die verlicht jouw hart. Die geeft hem kennis. Ja, toen hij met de Emmausgangers over het pad liep, toen opende hij hun verstand. En hij vertelde en verklaarde hun wat ze hadden meegemaakt. Dat is licht. En dat is nogal leuk iets. Als jij in het begin van de Bijbel kijkt van, en de aarde was woest en ledig en duister. Ja. En toen kwam God. En er was licht. En een gebrek aan God is een gebrek aan licht. Dus overal waar duister is, is geen God. Dat is dat. Ook weer, zwart-wit. Als God in jouw leven is, dan is dat licht. Ik wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Want hij vertelt ons meer in overvloedige mate in het woord van dat er problemen zijn en dat we problemen zullen meemaken. Daar gaat ook een heel groot gedeelte van dit over. Maar licht is van hij maakt duidelijk wat hij wil. En waar maakt hij dat dan duidelijk? In zijn woord. Want hij is het woord en het woord is licht. Amen. En als je er maar flink veel in leest, maar begrijpt wat de wil van de Heer is, dan zul je gaan begrijpen wat God van jou wil in jouw leven. En spreek onder elkaar met psalmen, lofprijzen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Er staat ook ergens in de Bijbel van, God ziet het hart aan. Je kan wel zeggen, halleluja, prijs de Heer, maar als jij dat niet gelooft in je hart. Ja? Ze zeggen altijd, de duivel kan geen gedachten lezen, maar God wel. En God ziet het hart aan. Dat bedoelt hij mee, van hij kijkt in je binnenste. Hij kent jou beter dan jezelf en hij heeft gemaakt. Dus, hoe begrijpen we steeds meer van wat hij van ons wil? Door altijd naar de bron te gaan, altijd de Bijbel te gaan lezen. Des te meer dat je vervuld wordt met de Heilige Geest, des te meer gaat hij ook gebruiken. En dan gaandeweg op pad wordt het water wat, het leven wordt wat omstuimiger. Je krijgt wat meer uitdagingen, zullen we het zo maar zeggen. Je krijgt wat meer verantwoordelijkheden. Oh, je zegt toch van dat je van me houdt? Nou, dan laat maar even zien dan. En dan krijg jij, en dan denk je van, in het begin kreeg je allemaal babyvoeding toegediend en dat ging je allemaal vast een leien dakje. Op een gegeven moment zeg je, nou ja, je hebt nou lang genoeg meegelopen, dan wordt het tijd van dat je jezelf in eigen eerste stapje zet. Het is bijna net als een opvoeding van een kind. Ja, in het begin dan komt alles van ouders, alles komt van de vader. Op een gegeven moment zeg je tegen je, nou je kan zelf ook wel je veters trekken. Nou, en dat wordt met een hoop bombari, wordt dat dan op een gegeven moment, dan lukt dat. En, nou, en op een gegeven moment dan moeten ze zich helemaal aankleden en dan, nou ja. Gaat niet zo ver dat als wij niet meer voor onszelf kunnen zorgen, dat het kind voor de ouders gaat zorgen, want God heeft geen zorg nodig. Maar verder voor de rest komt het vrij goed overeen. Ja. Gaandeweg krijg je steeds meer uitdagingen. In iedere keer krijg je dezelfde vraag van God. Blijf jij op mij vertrouwen? Ja? Je krijgt steeds meer uitdagingen. En het water wordt moeilijker, uitdagender. Ja? Maar wees getrouw. Hou trouw vast aan het woord van God. Als je Matteüs leest, hoofdstuk 25. Daar staat een gelijkenis in over de talenten. Is het in het Nederlands? Als je de NIV-vertaling hebt, dat is dan heel mooi. Dan staat er bags of God. Of gold. Zakken met goud. Ja.
Talenten. Ja, dan kijk ik ze wel mee. Maar als ik grote zaak met gauw krijg, ja, dan kan ik wel wat mee. Houd ze waarde ook vast, hè? Het maakt niet uit hoeveel dollar wat ze printen in Amerika. Dat goud blijft ze aan waarde houden. Dus die gelijkenis gaat over van een heer die geeft zijn vermogen in beheer van zijn dienstknechten. Ja, dienstknechten, wie zijn dat? Ja, zijn wij. Maakt niet uit, grote dienstknechten, kleine dienstknechten. Wij zijn zijn dienstknechten. En gaan we gewoon even een stukje lezen. Jezus die spreekt tot zijn discipelen over hoe het in het koninkrijk zal zijn. En dat doet hij aan de hand van drie gelijkenissen. Ik pak er één van. Deze komt niet helemaal. Stop op een gegeven moment. Stop bij dit vers. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hem in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de andere 2 en aan een ander 1. Ieder naar wat hij aankomt. Eerste boodschap staat hier. Niet iedereen krijgt dezelfde dienst. Punt. Niet iedereen heeft dezelfde gaven gekregen. Ja, je hebt dan mijn gekrabbel gezien dat ik absoluut geen schilderaar word. Maar ik kan wel lesgeven. Ja, dus iedereen heeft zijn eigen talenten gekregen. Heel simpel. Dus word ook niet jaloers op die ander. Want daar kom je niet verder mee. Hier, middengave die ik van u gekregen heb. Waar wilt u hebben dat ik ga? Waar kan ik iets voor u betekenen? Hij geeft jou datgene wat je aan kan. En hij laat ook datgene op je pad komen wat jou aan kan. Oké, vers 16. Meteen ging de man met 5 talenten, die 5 talenten had ontvangen, ging op weg en bedreef handel. En hij verdiende er nog eens 5. En die met 2 talenten deed hetzelfde en verdiende er nog eens 2 mee. En toen kwam degene die maar 1 talent had gewonnen. En die besloot dat geld op te pakken. Te verstoppen. Hij beschroef het. Hij deed er niks mee. Dat is een beeld van een bange, luie christen. Want we horen allemaal hetzelfde woord. Ga heen, predik het evangelie, want dat koninkrijk van God zal worden uitgebreid. Dat is onze taak. Maar als jij het woord, jouw zegeningen, jouw talenten die jij hebt gekregen, als je die gewoon daar in de kast laat liggen en er niks mee doet, dan heeft dat geen vrucht. En wij moeten vrucht dragen, zegt God in zijn woord. Geestelijke vruchten, maar er horen ook de aarde bij. Niet voor je eigen behoud, maar je bent al een kind van God. Ja, en je hebt die goud heb je al van je Heer gekregen. Maar je moet er wat mee doen. In de lange tijd kwam de Heer terug. En hij zei, nou jongens, kom erop. Even incasseren. Dus die 5 talenten had, die over hem nog eens 5 erbij. Hij zegt, nou ik heb goed gehandeld. En die krijgt dan een bedankje. Omdat je betrouwbaar bent geweest. Dat is ook zoiets. God is op zoek naar betrouwbare mensen. Omdat je betrouwbaar bent geweest. En het beheer van een klein bedrag goed hebt behandeld. Zal ik je over veel meer overheersing geven. Over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van de Heer. Als jij getrouw bent en je gaat doen wat God jou vraagt en jij levert vrucht, dus je brengt vrucht voort om zo maar te zeggen, dan zal jij daarin beloond worden. Misschien niet in natura, we zullen niet allemaal een miljoen euro verdienen, maar wel geestelijk.
Je zal in je hart de beloning krijgen. En wat je hier niet als beloning krijgt, dat krijg je later in de hemel. Want God die pot dat allemaal lekker voor je op. 1 Korinthe vers 10. U heeft geen beproevingen te doorstaan die niet door andere mensen is ontstaan. Of. Even kijken wat ik heb gedaan. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen, door mensen te dragen zijn. Ook al lijkt jouw situatie hopeloos. Toch is jouw situatie te dragen. Waarom is het te dragen? Omdat God met jou is. God is getrouw. En hij zal niet toestaan dat u boven vermogen, boven uw krachten wordt beproefd. En hij geeft met de beproeving, geeft je ook een uitweg. Zodat u haar kunt doorstaan. Dus waar je ook doorheen gaat, door welke hopeloze situatie je ook doorheen gaat, hou vast aan Gods belofte. Want als je dat niet doet, dan heb je kans dat jij potje valt. Ja? Hou je vast aan het woord van God. Blijf getrouw. Even weer terug naar dat ene beeld. Tot nu toe hebben we het over redelijk rustig water gehad. Dan zou je denken van, nou, dat was niet zo rustig. Maar, dat was nog te overzien. Wij kunnen nog altijd, we zien nog altijd waar we heen gaan. Maar als je dit beeld bekijkt, dan moet je denken van dat, en als je het eerste plaatje in je hoofd had van die hele hoge val, de lage val eigenlijk, dan weet je, weet niet hoe diep dat het is. En dan komt de vraag, wat ga je doen? Ga je God 100% vertrouwen naar de kant van waar hij jou heen stuurt? Dan dat jij zegt van, maakt niet uit hier, ik ben een stekelblind, ik weet niet waar ik heen ga. Maar waar u heen staat, ik vertrouw op u en ik ga lopen. Of, zeg je wel, dus blijf in je bootje zitten. Of, stap je eruit. Omdat je niet vertrouwt. Ja, stap je eruit. En ga je dan terug naar de wol. En denk je dan, God, je zoekt het maar lekker uit. Ik ga zelf. Ik vertrouw niet op u. Maar hij vraagt van ons, volledig overgegaan. Hij vraagt van ons, van God. God vraagt van ons, van blijf in het bootje zitten. Vertrouw 100% op mij. En als je dan naar beneden gaat, dan weet je waar je ook heen gaat. De Heere is het die voor u uitgaat. Hij is al geweest, jongens. Hij is er al. Hij vangt je daarop. Hij is er al. Hij zal met u zijn. Hij gaat overal met je mee. Hij zal u niet loslaten. En hij zal u niet verlaten. Ja? Wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld. Want als je 100% op hem vertrouwt, dan mag jij genieten. Sorry mensen, maar dit is comfortabel. Dan mag je genieten. Dan mag je genieten van het aard. Van wat God voor jou heeft. En de vraag is, vertrouw jij God? Voor de 100%. En als je denkt van, ik wil opnieuw mij toewijden aan God. Ja, het kan hier zijn. Ik weet dat het wordt opgenomen op Facebook. Het kan thuis zijn. Kun je gaan staan, kun je gaan bidden. Kun je vragen van, Heer, ik weet dat ik hier het wel op mijn eigen kunnen vertrouwen. Maar ik wil meer en meer op u vertrouwen. Ik geef mijn leven opnieuw aan u. Ik vertrouw mijn leven aan u toe. Of als je God helemaal niet kent, en dat je geen uitzicht hebt op je leven, geen uitzicht in de toekomst, dan kun je nu je leven geven aan God.
Heb je niemand voor nodig? Heb je alleen maar God voor nodig. En dan zeg je van, Heer Jezus, u bent voor mij aan het kruis gegaan. U hebt voor mij alles betaald. Ook al begrijp ik het nu nog niet. Ik weet dat er zonder u ook niks is. Dus hier, ik vertrouw mijn leven aan u toe. Kom in mijn leven. En breng mensen op mijn pad die meer en meer over u vertrouwen. Zodat ik niet alleen zelf kan genezen, maar ook degene die na bij mij zijn. Dat die ook mogen worden genezen. In Jezus naam. Amen. Alpha en Omega. De eerste.